Ik ben Odé en leuk dat je kijkt naar Release Reacties. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She walks like a model. Ja, echt. Dit is echt een verschrikkelijk verhaal. Dit is echt verschrikkelijk. Toen ik in de eerste klas zat op de middelbare, heb ik me ingeschreven voor zo'n zanggroep. En toen hebben we dus een lied opgenomen met z'n allen. Het was Cheerleader. Het was helemaal leuk, want dan ging je dan met al die koptelefoons en dat inzingen. Nou, en toen heb ik dat teruggehoord. Dacht ik echt, oh nee, dit kan niet. Ik bedoel, we zijn allemaal meisjes van 12, 13. En dan ga je de nummers zingen. Die stemmen, nou, het klonk echt niet. Iedereen had zo'n ego van, ja, weet je, ik doe deze uithaal wel, want ik kan het echt goed. Maar niemand kon het goed. De docenten waren altijd heel enthousiast, gelukkig. Sindsdien denk ik, van, nou, ik laat me achter met die zangcarrière. Ik hou het maar lekker bij TikTok. Fleming, verleden tijd. Net nu ik op eigen benen sta en zoveel beter ga, wil jij me terug? Oh, wat ga jij er nu nog aan doen? Wat ga jij er nu nog aan doen? Ik vind hem wel leuk. Ik ben niet zo'n hele grote fan van Nederlandse muziek over het algemeen. Ik vind het vaak gewoon, het lijkt allemaal op elkaar en het is allemaal zo fout. Moet ik echt heel lang in de club staan voordat ik dat leuk vind. Ik vind nummers vaak heel irritant. Ik denk, oh, dat ik er gewoon echt een beetje, dat ik denk, oh, zo irritant. Net als bijvoorbeeld Bacardi Lemon of zo, dat haalt echt, krijg ik echt gekrompen tenen van als dat aangaat. Of boot gemist, dan denk ik echt, oh, alsjeblieft niet. Maar dat heb ik bij dit nummer niet, dus deze vind ik wel leuk. Fleming, ik ken de naam, ik zou echt niet weten wie het is. Heb je een andere nummernaam nog misschien van hem? Oh ja, ik heb hem zelf zien optreden, joh. Ik dacht altijd bij de naam Fleming dat het een hele oude gozer was. Toen kwam hij optreden, toen deed hij inderdaad automatisch. Ik dacht, hè, dit is een soort Anton of zo, heel jong. Dat vond ik wel leuk. Heel leuk gozer. Net nu ik op eigen benen sta. Ik zit op kamers in Amsterdam sinds een tijdje. Dus ik sta ook op eigen benen sinds kort. Dat gaat meestal goed. Vaak ook niet. Ik ga elk weekend nog heel snel naar mijn ouders. Ik heb al zoveel wasjes verpest, maaltijden. Ik ben er geen ster in, moet ik zeggen. Ik red mezelf, maar Uber Eats is echt mijn grootste vriend in Amsterdam. Het is echt gênant. Nou, ik ben gewoon, ik wil niet per se zeggen lui, maar er hangt bijvoorbeeld van mij nu ook een joggingsbroek, hangt echt al 5 maanden op mijn balkon. Zeiknat. Maar ik wil gewoon niet dat ding van het balkon afhalen en in de was stoppen. Ik vind het allemaal goor. En ik maak ook elke week de grap naar mijn huisgenoten. Denken jullie dat ik hem nog even moet laten hangen of zou ik hem naar binnen houden? Zeggen we, nee, die moet nog even luchtig hoor. Al mijn witte blouses zijn inmiddels roze door de was. Allemaal dat soort dingen. Denk, oh, had ik mijn moeder maar. Die had het al lang gefixt. Mijn pa zegt nog elk weekend, als je wil, kan je altijd nog terug. Hè? Weet, dat is ook niet erg. Als je nog terug wil komen bij papa en mama. Zeg ik, nee, pap, ik kan dit. Ik kan dit. Oliver Heldens en Kylie Minogue, zoiets. 10 out of 10. Oeh, dat klinkt wel leuk, 10 out of 10. Ik moet zeggen dat ik echt had verwacht dat ik elk nummer zou gaan afkraken hier, maar ik vind het ook best wel leuk. Maar het is niet dat ik dit thuis zo opzet of zo. Geen 10 out of 10. Sexy als ik dans. Dat is een van mijn favorieten. Pak me elke keer weer. Ik weet niet wat ze in dat nummer hebben gedaan, maar ik sta gelijk op de tafels. Ja. Ja, dat kan ook echt niet. Gewoon, ja. Iedereen is dus mooi zoals die is. Ik wil niet gecanceld worden hier. Maar gewoon, spieren mogen er wel zijn, maar ik hou ook niet van zulke... Jongen, in mijn sportschool lopen er toch verschrikkelijke mensen.
Er lopen dus best wel veel bodybuilders in mijn sportschool. Dan komen ze naar me toe en dan beginnen ze in het Engels tegen mij te praten. En dan zeggen ze van, ja, je bent echt mooi. En dan zeg ik, oh, thank you. En dan denk ik, oh, je bent zoveel te oud, ga alsjeblieft weg. Vast kwam er dus iemand naar me toe en die ging dat zeggen. En toen zei hij op een gegeven moment, hoe oud ben je? Dus ik zeg, 18. Oh no. But you have such great muscles, ik echt denk, meneer. Laten we heel eerlijk zijn, we weten allemaal dat ik hier geen great muscles heb. Ik zit hier 5 kilo omhoog te zwaaien, dus... Cut the bullshit. Maar dat was dus een hele brede gozer. Dat was eigenlijk de clue van het verhaal. Maar dat vind ik ook geen 10 out of 10. Touch. Wat moet ik erover zeggen? Ja, gewoon leuke energy, vrolijk. Ja, humor. Humor vind ik het allerbelangrijkste. Als je tegenover een jongen zit die gewoon echt geen grappig woord uit zijn mond kan brengen, dat ik echt denk, oh, stop alsjeblieft, hoe kom ik hier weg? Als je dat niet hebt, kan je echt gelijk weggaan. Nee, het is echt een hopeloze zoektocht. Ik blijf altijd tegen mezelf zeggen, ach, nee, maar je bent nog maar 18. Maar mijn zussen zijn alle twee al getrouwd en die hadden alle twee op hun 17e al hun man gevonden. Nou, het gaat dus al mis. Goldband, rommel. Volgens mij sport iemand van Goldband in mijn sportschool. Ik zou niet weten hoe ze eruit zien overigens, maar... Ik word geleefd. Ja, ik kan niet zeggen dat ik het slecht vind, maar ik vind het. Ik heb het gevoel dat ik het nummer echt al 20 keer heb gehoord. Oh, ik wil ook niet onaardig zijn tegen mensen, dus dat vind ik ook een beetje gemeen dit, maar. Nee, het is wel een leuk nummer. Het is wel leuk, maar het pakt me niet echt of zo. Kut. Ik zei net dat die bij mij naar de sportschool gingen. Wacht. Nee, dit is overnieuw. Nee, leuk. Leuk nummer. Iets met leven en de nacht. Ik ben het een beetje kwijt alweer wat de tekst was, maar hebben jullie nog een zinnetje of niet? Hoe ga ik om met de angst en de onzekerheden? Oh, ik had niet het gevoel dat het lied zo diep was. Het was best wel, het zongen ze wel op een vrolijke toon dan. Met angst en onzekerheden? Gewoon niet over praten, niet over nadenken. Ik ben niet zo ster op dat vlak. Ik stapel alles op, al mijn angst en onzekerheden, totdat het niet meer kan. En dan gaat het fout en dan herpak ik me weer. Als mensen willen praten met mij over iets, dan ga ik gewoon alles soort van grapjes over maken, belachelijk maken en dan is het weer uit de weg. Toen ik begon met social media, toen had je nog zoveel nooit gedaan of nooit gezien. En je had altijd wel dingen om te plaatsen en... Alles was nieuw en leuk wat er gebeurde. Zeg maar, nu is het soort van echt mijn hele leven geworden. Dus nu moet ik doorgaan. Ik vind het ook heel leuk om te doen. Maar nu heb ik zoiets van, ja, nu moet het ook goed blijven gaan. En nu moet ik het ook leuk maken, zeg maar. En soms voel je dan een beetje die druk van, oh ja, ik moet echt wel even weer gaan plaatsen. Of, ja, wat ga ik nu weer zeggen? Dat vind ik soms lastig. Tegenwoordig zijn er natuurlijk niet eens meer filters meer. Je kan gewoon dingen aanzetten met wittere tanden of smaller gezicht. Je ogen blauw maken en je ziet het gewoon niet eens meer. Je ziet niet eens dat mensen dat gebruiken. Dat vind ik zo ziek. Nou, als mensen een filter gebruiken, kan je dat zien. Want er staat de naam van de filter erbij. Dus ik ben altijd wel, als ik in de heel knap iemand zie en ik zie die filter, dan denk ik, oh ja, maar je hebt die filter aan. Dat is allemaal nep. Dat is waarschijnlijk helemaal niet nep. Natuurlijk, die filter doet bijna niks. Maar het is toch voor mezelf dat ik denk, nee. Jij hebt een filter. Maar mij doet het eigenlijk niet zoveel allemaal. Die eerste naam, jongens. La Fuente. Ronnie Flex, kraantje papi. Doe me dansje. Vrijdagavond, champagne. Nieuwe bitch, nieuwe tanden. NSC, doe me dansje. In mijn hotel, tabelandje. Morgenochtend, late check-out. Sugarantje, 2 croissantjes. Vrijdagavond, doe me dansje. Schrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Die tekst. Oh nee, echt. Nieuwe bitch, nieuwe tanden of zo. Nee. Echt heel erg. Zo fout. Ik zie dan gelijk zo'n fout iemand die dan in het vliegtuig naar Turkije zit. En dan komen ze terug met zo'n gebit. Ik zal even geen namen noemen, maar... Nee, sorry, maar dit vind ik zo verschrikkelijk. Ja, ik zie soms van die filmpjes dat mensen die dan terugkomen van Turkije... Dat ze dan in zo'n vliegtuig zitten en dat heel veel mensen verband, weet je wel... Die zo'n haartransplantatie doen of met die tanden of neuscorrecties. Zie je gewoon in het vliegtuig met allemaal mensen die verband om hun hoofd hebben. Dat vind ik zoiets bizars. Oh, is het 4 uur 's nachts in de club? Dan ga ik hier nog steeds niet op chance, hoor. Echt niet.
Nee, dit vind ik echt helemaal niks. Nee, sorry. Ik vind Roddy Flex en Kraantje Papi over het algemeen vaak wel leuk, maar dit is echt niet mijn ding. Ik dans echt als een man. Dat is echt, ik loop en dans echt als een man. Als ik filmpjes terugzie, dan sta ik in zo'n leuk topje en dan sta ik zo. Ik denk, Rodé, kan je niet iets, hè? Iets vrouwelijkers of iets charmantes, maar nee, absoluut niet. Zit er niet in. Ik probeer het soms nog zo. Weet je wel, dat is zo heel met je haar zo. Maar dat haal ik dan ook 2 minuten vol en dan voor ik het door heb, sta ik weer. Dus...